Heren, welkom bij deze nieuwe video van mij Wesley. Vandaag gaan wij weer verder met IEFC. Ja, dit is mijn team. Daar komt trouwens later deze week nog even een update van. Want zoals je hier ziet, is er alweer het een en ander gebeurd. We hebben namelijk Kim Min Jae hebben wij gekocht. Daar komt later even een update nog over. Ja, en voor de rest zien we hier daar links voor van mij is andere speelster Banini. Ja, of Banini, hoe je het ook maar uitspreekt. Ik heb deze SBC gedaan, ook gewoon even te kijken. Ja, hoe goed is deze kaart nou? Het is, ik heb geen idee wat voor kaart het is überhaupt. Ja, ik kan ook even nergens vinden wat voor een kaart het is. Ik dacht dat dat zo'n kaart is wat geüpgraded kon worden. Maar volgens mij is dat niet zo. Foundation. Dit is een Foundation player kaart. Squad Foundation. En ja, het is voor het begin hier in FIFA is het eigenlijk helemaal geen slechte kaart. 4 star, 4 star. Wat best wel chill is. Je ziet hier al even wat 3 wedstrijden gespeeld. 1 doelpunt gemaakt, 2 assists. Best wel prima. En ik zou vooral gewoon op links voorzetten. Op het middenveld. Ja, vond ik deze kaart een beetje tegenvallen. Maar toen ik hem naar link, toen ik deze naar links voor deed zetten, eigenlijk niet meer. Ja, voor de rest 91 versnelling, gewoon prima. Sprintsnelheid 74. Ja, eigenlijk best wel een prima kaart verder. SBC kost wel wat, 58k. Dat is dan wel dat is dan wel weer duur, maar goed. Voor de rest is het gewoon een prima kaart om op links voor te gebruiken, zeker hier aan het begin van de game. Ja, we gaan gewoon eens even kijken hoe goed die kaart. Ik ga nu aan jullie laten zien hoe goed die kaart eigenlijk is. We gaan een beetje proberen acties te maken met deze kaart. Na deze video zul je ook nog allerlei korte clipjes. Want zoals ik al zei, ik heb al 3 potten met haar gespeeld. En de hoogtepunten daaruit krijgen jullie dan te zien. Wij gaan eens even een potje zoeken. Ja, ga gewoon eens even kijken of we die kunnen winnen. En of we deze kaart even een paar keer kunnen inspelen. Ik vind het altijd leuk om aan het begin te zien wat de teams van tegenstanders zijn. Hoe ver die al een beetje zijn. Maar deze heeft al Manen en Chesa. Best wel Manen hero geworden. Oké. Betekent ook dat hij geen icon meer is. Misschien wat chill als je die icon packs hebt, dan weet je in ieder geval niet, weet je in ieder geval dat je geen limanen krijgt. Maar goed, wij gaan. Eigenlijk ben ik ook benieuwd naar die hero limanen. Kijken of daar, kijk hoe duur die is. Misschien dat we daar ook even een keer video over kunnen gaan maken. Maar dan moet ik even, denk wel wat coins hebben, ja, of juist niet. Het is wel een limanenkaart natuurlijk. Andere FIFA's waren die icons van Liedmanen waren niet altijd goed. Zo, hier, deze loopt even heel makkelijk doorheen. Maar goed gepakt door Courtois. De centrale verdediger dendert even doorheen. Upamecano, die zul je echt in veel starterteams gaan zien, denk ik. Die draait echt wel goed weg op zich verder. Dat is wel heel fijn, deze kaart. Ze draait best wel makkelijk weg bij de tegenstanders. Waarmee je echt wel tot grote kansen kan gaan komen. Hier is alweer. Oeh, daar komen ze niet langs. Ai, speel ik de bal te ver voor me uit. Plaatsschot kan ze ook wel, zoals je ziet. Ook echt laag geplaatst. Ze heeft nog niet echt geleid tot treffers, maar ze kan het wel. Hier, hoppa, achterstand weer langs.
die heeft Davis op links achter staan. Ga ik er niet uit kunnen sprinten met haar. Hier, Luka Modric. Oeh. Dat gaan we wel niet halen. Nee, gaan we net niet halen. Komt ze toch net echt snelheid voor tekort. Oh, hier. Nee, steekballetje tussendoor. En dan staan we 1-0 achter. Ah. Jammer. Corner en over. Oh, lever hem zo in. Oh, ja, en dan is het 2-0. Hier, goede onderschepping. Hier, daar is ze. Dan gaat ze er vandoor. Deze kaart van Banini is eigenlijk gewoon best wel een goede kaart. Ja, het fijne is, je kunt op links voorzetten, maar je kan haar ook op het middenveld gaan zetten eigenlijk. Het is best wel beweegbaar, een middenveld die je echt goed kan bewegen in dit spel. En die ook echt wel tot grote kansen kan gaan creëren. Dat hebben we alleen dit potje niet echt kunnen laten zien, jammer genoeg. Ja, hier dan wel even snel sleepje. En dan wegdraaien en de buitenspelers even diep sturen. Corners op zich, ik heb een paar goede corners met haar gehad. Dit ook weer, goeiedag hé. Voorzetten, dat is ook gewoon echt best wel gevaarlijk aan die kaart. Ze kan wel echt goede voorzetten geven ook. Al het al, het is, ja. Het is zeker wel een kaart die je kunt doen. Maar ik denk dat toch, mocht je echt wel, ik zou hem vooral nu aan het begin alleen doen als je echt veel untradable fodder hebt van 85 en 84, want dat heb je nodig voor die SBC. Dan kun je deze kaart eventueel doen, maar ik zal er vooral geen coins aan uit gaan geven. En zeker niet in de beginfase van het spel. Dan gaat die coins echt wel hard nodig hebben ook nog om het team te gaan versterken. Ik heb toch niet voor. Ik heb er wel wat coins aan gegeven, maar ik kreeg Rafinha uiteindelijk uit die packs. Dat gaan jullie ook nog zien van de week. In een andere video. Dus ik had alweer wel weer terug verdiend. En voor de rest, prima kaart. Ik ben er wel redelijk tevreden over. Dus ja. Helaas wisten we dit potje niet te winnen. Nou, dat is jammer. Maar goed, voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, dan ga ik hier nog wat fragmentjes achter zetten uit de andere potjes met Banini. Even korte fragmentjes, een paar goede, gewoon goede momenten, goede acties en zo. Dat gaan jullie nu te zien krijgen. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Ik zeg later. You send to me.